We zijn begonnen, mede namens de AVRO. Van harte welkom allemaal. Live vanuit Boekarest, Roemenië, is dit de grote finale van het Junior Eurovisie Songfestival 2006. Ik beloof jullie, het wordt een spetterende en vrolijke avond hier vanuit Sala Polivalente. Het is hier één grote kolkende massa. En op dit moment zien jullie de 12-jarige Ioana, een van de presentatrices van het festival. Een populaire tv-ster hier in Roemenië. Ze presenteert verschillende jeugdprogramma's. Down, come on! That's right. Ja, ze wil even de stilte, want ze wil even iets meedelen. Wat onze vraag is nou? Why aren't any grown-up hosts on the stage? Waarom er geen volwassen presentator op het podium staat? Well, let me give you some news. Nou, this isn't a grown-up Eurovision. Het is een kinderzongfestival en By daarom way, moet het zo Anna, geopend worden. Am a kid. Ja, dat is ze zeker. Ze is zeker een kind. Eurovision Song Contest should start like this. Kijk eens even. We gaan beginnen. En het wordt een spannende avond. Natuurlijk omdat wij als Nederland vanavond zelf meedoen. Maar vooral ook omdat er op dit moment 28 miljoen mensen met ons mee zitten te kijken. Geweldig, hè? Nou, we laten de acrobaten met hun dubbele flikvlak en grand châtés lekker hun gang gaan. Kan ik jullie ondertussen wat leuke informatie geven. Alle deelnemende kinderen zijn tussen de 8 en 15 jaar en komen uit 15 verschillende landen. Ze zingen in hun eigen taal en hebben allemaal zelf hun liedje geschreven. Zo ook onze Kimberly uit Arnhem. 15 jaar is ze en wat zijn we trots op haar. Ze heeft met haar stem en haar optreden hier in Boekarest een verpletterende indruk gemaakt. Ze gaat zo voor ons optreden met een nummer Goed. Als derde al van de 15 landen. En zelf vindt ze dat wel fijn. Kan ze daarna lekker naar de andere optredens kijken en naar de wc om te plassen. Ja, Kimberly had afgelopen week nergens last van. Geen zenuwen, niks. Alleen van regelmatig toiletbezoek. Nou, ze moest er zelf erg om lachen, maar ja, als je zometeen twee uur lang moet gaan zitten daar in die kidsroom, dat is natuurlijk andere koek. Dus, als jullie zometeen Kimberly in de green room zien, of als jullie haar kwijt zijn, nou, dan weten jullie waar ze is. Vanavond, winnen of verliezen. Voor alle deelnemende kinderen is iets anders belangrijk. Meedoen en feesten. En dat is gelukt deze week. Zo heeft Kimberly samen met haar danseressen, Chinese, Kim, Lisa en Jamila, een Roemeens restaurant helemaal op de kop gezet. Ze hebben met alle gasten de Polonaise gelopen. En Kimberly is spontaan op het podium gestapt en heeft haar nummer a cappella gezongen. Iedereen in het restaurant heeft ons beloofd om op haar te stemmen. Ook in de speciale Eurodisco, waar jullie later nog een verslag van te zien krijgen, waren zij echt de stemmingmakers. Kimberly en haar danseressen. Met oranje cowboyhoeden op sleurden ze iedereen de dansvloer op en stonden ze vooraan bij de karaoke. Ja, de Roemeense tv heeft echt alles uit de kast gehaald. Wij kunnen hier lekker de kunst afkijken, want volgend jaar organiseert de AVRO dit geweldige festival. 8 december is het zover, in Ahoy, Rotterdam. Ioana, hé, hey, daar staat in één keer Dracula op het podium. En Ioana vraagt Dracula om te stoppen. Waarschijnlijk wil ze dat we gaan beginnen. Everybody out! Ze wil iedereen de zaal uit. Nou, ik hoop dat ze alleen bedoelt de acrobaten. En die gehoorzame Dracula gelijk. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, Dracula is een hartstikke bekend persoon hier in Roemenië. Want ja, hij komt hier vandaan. You're such a kind vampire. Een hele aardige vampier ben je. You like kids? Hou je van I kinderen? They are delicious. Oh. Sorry, hij vindt ze heerlijk. Anyway, speaking about kids, let's over meet the stars kinderen of tomorrow. Gesproken, laten we de sterren binnenhalen. En dit is leuk. Hou je hart vast. Hier komen de sterren. En als derde zie je Kimberly. Let op. Ladies and gentlemen. Oh, daar gaat ze. Wat zal haar hart in haar keel bonzen op dit moment? Fans die zitten er ook helemaal klaar voor. Boa sorte Portugal. Portugal is de eerste. Pedro. Zij verzorgen het openingsnummer. Kalispera Cyprus. Cyprus komt dan. Een heel erg kleurrijk duo. En let op, daar komen ze hoor. Goedenavond Nederland, daar zijn ze. Daar komen ze aan. Ja, Kimberly met haar meiden. Vrolijk als altijd. En kijk eens wat ze gaan doen.
Kijk eens even, ze geven een geweldige show weg. Fantastisch gedaan. Goed zo, Kimberly, die is binnen. En Roemenië, die komt met een speciale act met Spider-Man en Harry Potter en nog een paar anderen. Oekraïne is binnen, een echte rock'n'roll act. Dit is Spanje, zag je al binnenkomen. Servië is dit. En dan Malta, een hele pittige dame. Dobro večer, former Yugoslavian Republic of Macedonia. Macedonië. Zij brengen vanavond een heel mooi liefdesliedje. Goafton, Sweden. Zweden, Molly. Zij heeft een gigantische uithaal op het einde en af. Ze vallen even, maar ze staan nog steeds te stralen. Dobri večer, Belarus. Dat is Griekenland die hier nu zit en ja, die proberen ons een beetje na te apen. Goedenavond, Belgium. Dit Rusland is binnen en ook België, Tor. Dit was Wit-Rusland, dit is België. Matteo, de hartebreker komt eraan. Dat is een Dobri večer, Russia. Uit Kroatië. En dan als laatste, de roze tweeling uit Rusland. Nou, het feest kan beginnen. Het hele team van de 15 landen is compleet. Ioana wil graag Roemenië laten zien door haar ogen. Roemenië, dat is mooi, want dan kan ik jullie daar wat over vertellen. Als je hier naar Boekarest wil komen, in Roemenië, dan moet je 3 uur vliegen vanuit Nederland. En het is hier 1 uur later. Het is 6 keer zo groot als Nederland. 2 miljoen mensen, 22 miljoen mensen wonen hier. En het verschil tussen arm en rijk is erg groot. Boekarest is de hoofdstad en tevens de grootste stad van het land. Een hele indrukwekkende stad die dag en nacht leeft. Er staan mooie gebouwen, prachtige paleizen en er zijn hier ook heel veel kerken. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren, zeker als je bedenkt dat er 10 jaar geleden sommige mensen hier in de stad met paard en wagen rondreden. Maar dat gebeurt op dit moment niet meer. In januari wordt een belangrijke dag voor de Roemenen, want dan treedt dit land toe tot de Europese Unie. En daar zijn ze heel erg blij mee. De mensen hier zijn ontzettend trots dat ze dit festival mogen organiseren. Extra leuk omdat de Roemeense omroep TVR 50 jaar bestaat. Het festival wordt gevolgd door 18 landen, waaronder zelfs Australië. En dit festival is daar super populair. Het wordt uiteraard niet nu op dit moment al uitgezonden, want dan zouden de kinderen midden in de nacht wakker moeten worden. Kimberly en haar meiden hebben hier echt een super tijd gehad. Ze hebben genoten van het verblijf met alle deelnemers in hun hotel. Ze hebben lekker geshopt in de stad. En ze hebben een Roemeense klos ontmoet die hier vanavond in de zaal aanwezig is om Kimberly te ondersteunen. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen vanuit Nederland hier naartoe gekomen om haar aan te moedigen. Haar moeder, broertje, beste vriendin, haar vriendje Dominique zit in de zaal. En ze zijn allemaal te herkennen aan hun oranje cowboyhoeden. In de poll staat Kimberly er redelijk goed voor, op de 6e plaats. En in België staat ze op nummer 1. We hopen dus dat we 12 punten krijgen van België. Iedereen maakt zich op voor het eerste optreden. Jullie zagen het net al, Pedro zal gaan openen. En ook Kimberly staat al achter de coulissen klaar. Ladies and gentlemen! Enthousiaste dame, deze kleine. Dat was Roemenië, zegt ze. Haar Roemenië. Now I have to admit, I oh, ze loopt een beetje te stotteren. Ze moet iets toegeven. Ze heeft toch een volwassen persoon nodig om haar te helpen. Niet Dracula. Oh. I'll tell you what. I'll call my best friend. Ze gaat haar beste vriendin ophalen. En ze vindt dat hij in heel Europa bekend mag worden. Het is een bekend persoon hier in Roemenië. Andrea, de presentatrice van onder andere de Surprise Show. Een populaire persoonlijkheid. En een hele mooie dame, zoals jullie zien. Ioana, my darling, what's the problem? Wat is het probleem? Vraagt ze aan Ioana. Like somebody would say, I'm too small for such a big event. Ze vindt zichzelf toch Don't net even worry, iets te klein. I'm here.
Domnilor și domnilor, băieți și fete, bună seara. Ladies and gentlemen, zij heet iedereen hier van harte welkom in Roemenië bij de vierde editie van het Junior Eurovisie Songfestival. En ze zegt per 1 januari verwelkomt ze Europa aan Roemenië ons. En nu is het onze beurt om Europa welkom te heten. Ik hoor ook zelfs Amerika. Hebben jullie dat verstaan? Worden we daar ook uitgezonden? Dat is wel helemaal geweldig. We gaan het hebben over de stemprocedure, want de kijkers bepalen vanavond de winnaar. Jullie mogen echter niet op Nederland stemmen, maar wel op andere landen. In totaal mogen jullie 20 keer stemmen. En nieuw is dat bij het begin van ieder liedje het telefoon- en sms-nummer al in beeld verschijnt. En dat je dus meteen al kan stemmen. Dat is handig, hè? Als je iets leuk vindt, dan bel je meteen. Je belt dan 090903 en dan het nummer van het liedje, dus 01 voor het eerste liedje, 02 volg je met het tweede liedje als je daar helemaal voor bent en zo verder. Dat zie je allemaal in beeld verschijnen. Je kunt ook sms'en 01, 02 naar het nummer 3111. Nou, hou dus gewoon het telefoonnummer goed in de gaten, 090903 en dan gewoon de volgorde van het liedje. Hou er even rekening mee dat je natuurlijk even toestemming vraagt aan degene die de telefoonrekening betaalt. Dat is wel zo aardig. Nou, jullie stemmen komen uiteindelijk hier in Boekarest terecht. En Tess, de deelnemster van vorig jaar voor Nederland, die gaat voor ons de punten uitdelen aan het einde. Ladies and gentlemen, the artists are ready. Ja, de artiesten staan er helemaal klaar voor. We kunnen gaan beginnen. Oh, Dracula wil iets zeggen. Hij gaat aangeven wanneer de lijnen open zijn en wanneer jullie kunnen gaan bellen. Nu! Jullie kunnen nu al gaan stemmen. Nou, let op, we gaan van start. Heel veel plezier allemaal, kijk goed mee. En ik ben benieuwd aan wie jullie zometeen de meeste punten gaan geven. Kimberly, heel veel succes. We beginnen met Pedro, 14 jaar uit Portugal en zijn hele leven maakt hij al muziek. Hi, I'm Pedro. I come from Portugal to share my dream with you. The number one is Let Me Feel. Ja, zijn nummer heet Laat Het Me Voelen. Een heel romantisch liefdesliedje met heel veel fantasie. Hij wil vliegen op de vleugels van de wind. Hier is, uit Portugal, Pedro. Aceita o meu mundo, a minha forma de ser. Sonha comigo, vou ter contigo. Este meu mundo eu vou te levar, com ou sem sentido. Deixa-me sentir
zeg dankjewel publiek. Pedro uit Portugal. Dan nu Christina en Louis. 11 en 13 jaar uit Cyprus. Vorig jaar bij de voorrondes hebben ze elkaar ontmoet. Toen tegenstanders. Nu samen een lief duo en succesvol. Want ze staan hier in de finale. Ja, dat betekent boys, girls, jongens, meisjes. Ze zingen over een wereld met jongens en meiden waar geen oorlog is en waar iedereen elkaars vrienden is. Een kleurrijk duo. Cyprus. Cyprus. En dan het moment waar we op gewacht hebben. Nu is het aan Kimberly. Samen met haar dansers heeft ze de afgelopen week heel veel lol gehad. En overal waar zij kwam, zong ze en werd het een feestje. Hi, I'm Kimberly from the Netherlands. I'm 15 years old and my song is called Goed. And I'm feeling good. Ja, en hopelijk komt het ook goed. Nu komt het erop aan, dames. Het podium is voor jullie en ik kan maar één ding zeggen. Geniet van dit moment. Hier is onze Kimberly. Iedereen denkt maar te weten hoe alles zit. Als je helemaal niks weet, zeg dan maar niks.
te weten hoe alles zit. Maar ze weten helemaal niet. We zijn op de wereld gekomen en zien dus hoe alles gaat. Iedereen denkt maar hard op ja, net als Dit ging fantastisch. Kimberly, onze Nederlandse trots. Ik ga er helemaal van stotteren. Wat heeft ze het fantastisch gedaan. En wat zijn we blij met dit mooie optreden. Oh, nou, we kunnen weer ademhalen. De fans die gaan uit hun dak hier, de Nederlanders. Ze heeft even een gesprekje, onze Johanna. Ze vraagt of Pedro van katten houdt, maar hij houdt van bulldogs. Ze heeft een kat en die vindt ze geweldig leuk. Dog lover. Ja, de ene houdt van katten, de andere van honden. Oh, maar Molly uit Zweden, die is gek op katten. If you have a boyfriend, dat is een interessante vraag. Heb je een vriendje? Well, no comment. Oh, ze geeft geen commentaar. Sorry. Ja, daar hebben we zometeen nog wel wat nieuwtjes over. The weather in Cyprus. Ze gaat even naar Cyprus. Of je daar nu kan zwemmen? So yes, we can go for a swim. Je kunt daar nu gaan zwemmen, het is hartstikke heet. Johanna vraagt of iedereen nu meegaat naar Cyprus om te gaan zwemmen. Yeah. Ik hoop dat ze nog even blijft. What's happening there? What are you talking about? André, die vraagt toch even wat er aan de hand is. Dogs, this kind of stuff. Gesprekken over honden en katten. Ze vindt het een serieuze wedstrijd. Je moet vragen stellen zoals hoe kun je de druk aan en dat soort dingen. No dogs also. Geen hondenvragen. No dogs. I'm so glad we took care of that. Ladies and gentlemen, boys and girls, the Junior Eurovision Song Contest continues! Verder. En we gaan door met Roemenië zelf. De jeugdhelden Harry Potter, Spider-Man, de Droomprins en Peter Pan. Ze stappen zometeen zo uit een sprookjesboek. Natuurlijk niet de echte, maar ze lijken wel echt. Hello Europe, we are New Star Music and our song is Povesta Man. Have a good time in our country. Nou, grappig om te weten is dat de dame in het Spider-Man-pak echt doodsbang is voor spinnen. Hun lied heet Mijn Verhaal, een vrolijke meezinger. En ook al spreken wij de taal niet, probeer het maar. Hier is New Star Music, Roemenië. Yeah.
en de Roemenen die zijn hartstikke blij met dit optreden. Iedereen stond met zijn handen in de lucht. Oekraïne nu. Nazar heet hij en hij is 15 jaar. Ik heb hem ontmoet en in eerste instantie, ja, lijkt hij heel verlegen. Maar als hij op het podium staat, verandert hij in een echte rock'n'roller. Hello Europe, I am Nazar and together we represent our beloved and beautiful country, Ukraine! Ze hebben echt een geweldige dance act, maar tijdens de repetitie heeft een van de danseressen haar been gebroken. Hopen dat het vanavond goed gaat. Hier is Oekraïne. Goed gedaan, man. En wat super van die danseressen, hoe ze dat hebben gedaan. Dan nu een blonde Spanjaard. Dani heet hij. Zijn lied is speciaal voor zijn vader en moeder en gaat over houden van. Dani vindt het moeilijk om ik hou van je hardop te zeggen. En daarom zingt hij het. Hola, I'm Dani from Spain. And I like karate very much. My song is Te doy mi voz. Because my voice is my gift to you. Hij is 14 jaar en... Let zometeen op de stoere schoenen van het hele team. Uit Spanje, Dani. Hay tanto que explorar, que descubrir. Hay tanto que expresar, que quiero decir. Mi mente se quedó anclada en ti. Y es que ya no encuentro el modo de darte un te quiero sin condición. No encuentro palabras, solo está mi voz. Te doy mi voz. Puedo contarte que hoy tú me enseñas mi libertad. Yo soy tu guía, mi fantasía. Quiero escribirte un cuento que hable
llenaste mi buzón con pistas de amor. Estoy pensando en ti y solo en ti. Oh, oh. Tus brazos me dan la calma. Secretos guardados entre los dos. Miradas sinceras llenan de ilusión mi corazón. Puedo juntarte que tú me enseñes mi libertad, mi utopía, mi fantasía, mi realidad. Quiero escribirte un cuento que hable de un amor que no tendrá final. Sin razón, sin porqués, sin explicación. Estás tú, solo tú. Hoy te zullen zijn ouders trots op hem zijn. Danny uit Spanje. Ja, we gaan even naar de kids room, naar Johanna. Back in the green room. Ze gaan weer wat vragen stellen. Betty. Ze mag dus niet vragen stellen over honden, katten. Serious questions. Serieuze vragen. Nou, wat gaat ze vragen aan Matteo van Kroatië? Of ze van wiskunde houdt, daar houdt hij niet van. Moet je dat nou zeggen? Misschien kijkt je leraar wel. Hij gaat spontaan zingen. Hij zal niet kijken, zei hij, die leraar. Ben jij een jongen die uit de boom valt toen je klein was? Nee, helemaal niet. Ieder kind valt toch wel eens uit een boom? Waarom jij niet? Wat voor kind ben jij dan? Ja. Goed antwoord. Zo'n kind dat niet uit de boom valt. Ja, ze vroeg erom, zo'n antwoord, zegt Diana. Geef me de 5. Het gaat even naar Dani. Net gezongen. Vette knipoog. Hij moet de camera in kijken en zeggen dat Dracula echt een superfan is. Hij is leuk. En dan wordt er van alles uitgedeeld nu. En dat is, heeft de kleur oranje. Daar zijn we natuurlijk verschrikkelijk blij mee. De meiden van Kimberly die hebben er alleen te pakken. Danny vindt Dracula een leuke gozer. Nou, het is helemaal te gek hier. Groot feest. We gaan verder. Hey, you're so noisy. What's happening there? Wat is er aan de hand? Andrea weet niet precies wat er aan de hand is en wat er gezegd is. Ze hebben het over de wedstrijd, over het podium. Hoe vonden ze het podium dan? Vraagt Andrea. Ze vonden het rond. I got the point. Precious information. Ja, dat is nice inderdaad heel belangrijke informatie. Heeft ze zich aardig uitgereed. That's the way kids are. Restless and funny. En onze Andrea zegt, zo zijn onze kinderen. Onrustig en grappig, maar vooral heel erg talentvol. We have only very, very gifted kids tonight, we hebben hier right? Heel veel getalenteerde kinderen. En iedereen hier in Roemenië is het daarmee eens. Ik denk jullie thuis ook. All the kids worked very hard to be here, ja, ze hebben ontzettend hard gewerkt. They succeeded. So en met ambitie en geduld hebben ze het allemaal bereikt om hier in Roemenië tijdens dit festival terecht te komen. Dat is natuurlijk een hele prestatie. We gaan door met de hiphoppers van Servië. Vrij vertaald heet de groep de leraren van de buitenlandse talen zonder angst. Een hele mond vol. En ze hebben in ieder geval de titel behaald langs de naam ooit op het Junior Song Festival. Hello Europe! Serata de Taiba! Good clave! We are the fearless teachers! We are from Serbia! Woo! Zij vinden het belangrijk om alle vreemde talen te leren, zodat iedereen je kan verstaan. En dus gaan ze hallo zeggen tegen ons in alle talen. Nou, heel veel. Hier is Servië.
Club bij elkaar. Servië. Zet je schrap nu voor een energiebom die zo meteen binnenkomt. Malta. Sophie heet ze, 14 jaar en een echte rocker. Ze staat helemaal in haar eentje en wil heel Europa laten swingen met haar nummer Extra Cute. Hello everybody, how are y'all doing tonight? I'm Sophie from Malta and this is my song Extra Cute. Dat betekent extra schattig. Ze zingt letterlijk, ik geef alles wat ik heb en jullie mogen bepalen of ik het goed doe. Hier is Malta. Or two about a crazy girl who wants to be a star. I think I wanna show ya all I can do, and then you're gonna judge if I can do it right. I'm gonna be extra cool when I'm gonna
We trilden bijna ons commentatorenhokje uit hier. Sophia uit Malta, uiteraard in het Engels, want dat is de taal van hun land. Kijk eens uit onze Kimberly. De volgende deelnemer heet Zana. Ze is 13 jaar en komt uit Macedonië. Haar nummer heet Vlubljena en betekent verliefd. Het gaat over een jongen waar ze verliefd op is, maar ze weet niet hoe ze het aan moet pakken. Hello Europe, I'm Zana Liu from Macedonia. These are my friends. I'm gonna tell them my secret. I'm in love. Nou, ze vraagt haar vriendinnen uiteindelijk om raad. We hebben haar gevraagd wie is het dan? Dat wilde ze niet zeggen. Ze heeft het namelijk nog niet zelf aan hem verteld. We zijn erachter gekomen. Zijn naam begint met een B. Hier is Zana uit Macedonië. De beginletter B, al wel achter als hij me heeft zien optreden. En ik hoop dat heel erg voor haar. You can see now on screen the numbers. Ja, dat is belangrijk, want jullie kunnen stemmen, jullie weten het. It's very simple. En jullie komen zo meteen de nummers te zien waar je op kan stemmen. Kijk, deze nummers moet je goed onthouden. Want 090903 kun je bellen en dan het nummer van jouw favoriete liedje. Wil je sms'en? Stuur dan het nummer van je favoriete land naar 3111. Je kan natuurlijk op meerdere liedjes stemmen, maximaal 20 keer. It's your responsibility. Ja. It's not mine. I'm not allowed to call. Het is jullie verantwoordelijkheid, zegt ze. Jullie mogen bepalen wie de winnaar is. En dat is toch hartstikke leuk. Dracula, gaat hij ook stemmen? I'm too tired. Hij is te moe. In fact, I'm exhausted. Ja, waarom? Only slept for a few hours. Hij heeft maar een paar uur geslapen. Ziet ook wat witjes uit. I went to the disco. Hij ging naar de disco. Oh ja. With whom? With whom? Met ja, hij is naar de disco geweest met alle kinderen. De Eurodisco. En daar waren wij ook. Let zo meteen heel erg goed op de oranje hoeden, want dat zijn wij met het hele team. En zelfs ik kom nog even voorbij zeilen. Het was echt hartstikke swingend. En we hebben Dracula weggejaagd. Moet je maar opletten. Kijk, hier heb je Dracula. En in het begin werd er een beetje gegild en gelachen om hem. Maar we hebben hem uiteindelijk weggejaagd met knoflook. En dat vindt hij helemaal niet leuk. Nou, dan kan hij niet tegen. Nou,
tijdens deze leuke beelden. En als jullie kunnen kijken naar de oranje hoeden, kan ik jullie wat leuke laatste nieuwtjes vertellen. Want kijk, daar heb je er. Onze Kimberly, swingend als altijd. Natuurlijk ontstaan er op dit internationale festival ook internationale romances. Ja, je kan elkaar bijna niet verstaan. Maar wat blijft er dan nog over? Zingen en zoenen. Nou, de geruchtenstroom is behoorlijk op gang gekomen en we wilden dit jullie niet onthouden. De Zweedse Molly heeft Matteo uit Kroatië, die moeten jullie nog allemaal zien, een zoen gegeven. Dat is in ieder geval bevestigd, daar heb je onze oranje meiden. Maar diezelfde Matteo die werd de volgende dag alweer gesignaleerd met de kleine presentatrice van vanavond, Joanna. Nou, en het verhaal doet de ronde dat de net 9-jarige Tor uit België, we hebben voor hem gezongen deze week, gek is op de 13-jarige Griekse zangeres Chloe. Ja. En verder, Christina uit Cyprus van het duo is verliefd op de blonde god Dani uit Spanje. Maar ja, of het waar is? I'm so sorry. Zijn we nog pyjamafeesten geweest? Hartstikke gezellig op de gang in ons hotel. Het zag er erg grappig uit, iedereen met kussens over de gang. Dracula wordt even gevraagd. Ik ben een legende geweest. En nu maken de kinderen maken grappen over me. Dat kan toch niet? Hij is een beetje in zijn eer getast. You're right. Let's see how they sing, ladies and gentlemen. Ja, maar we gaan inderdaad weer kijken hoe ze goed ze kunnen zingen. So let the music play. Nog 5 landen te gaan. Uit Griekenland nu de desbetreffende Chloe. Ik maak een klein foutje, want we gaan eerst naar Zweden. Naar Kimberly, Molly, de jongen Hi, van de... I'm Molly from Sweden. Ja, bloedmooie dame. And I'm so happy to be here. My song is about you're beautiful, just the way you are. Nou, zij zegt, wij zijn mooi zoals we zijn. En ze zingt met haar 2 zusjes in het achtergrondkoor. Nou, kom maar op, Molly uit Zweden. De storm i mig här gör det inte en massa extra besvär utan vad du är och så ska du få se du är värd allt som livet kan ge. Doodziek. Vandaag ging het gelukkig heel goed. En dan gaan we nu door naar Griekenland. Chloe, puberteit, daar zingt ze over.
dat je je als tiener verloren kan voelen, als ouderen niet naar je luisteren. Maar ze zegt, tieners, maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. Tiener zijn is niet het einde van de wereld. Hi, I'm Chloe. I'm 13 years old, I'm from Greece and my song is Lempirazi. En als Chloe zingt, heeft ze het gevoel dat ze alles aan kan en dat straalt ze uit ook. Hier is Greece, oftewel Griekenland. Voor haar zit het erop. Nu nog 4 landen te gaan. En je weet het, jullie kunnen allemaal stemmen. Nu al. Wit-Rusland is aan de beurt en daar komt een hele blije André vandaan. Hij vindt zijn eigen land helemaal fijn en nodigt iedereen uit om langs te komen. Hij zingt over alle dingen die ontstaan als een nieuwe dag begint. Hello, I am André Kunets from Belarus. Sing with me my song, Noorden! En hij moet titel verdedigen, want vorig jaar won zijn land. Maar hij pakt het erg goed aan, want zijn manager is de moeder van Xenia, de winnares van vorig jaar. Hier is Wit-Rusland, André. Трелем соловья, тихо вторит эхо. Спит еще земля, и в дымке речки полоса. И еще горят звезды в небе где-то. До восхода остается лишь открыть глаза. Рождается новый день в лучах первого утра. Широко распахнем этот мир для
Blijventje van 10 jaar uit Belarus, Wit-Rusland. Jullie krijgen nu een blik achter de schermen te zien bij het Junior Eurovisie Songfestival hier in Boekarest. Na een week van ontzettend veel plezier was vandaag de dag, de belangrijke dag. Spanning en concentratie bij alle deelnemers en uiteraard ook bij de medewerkers. Dit is Thor, die moet nog komen. Voor allemaal was het hartstikke spannend om hier op dit grote podium op te treden. En het was nog extra spannend voor een aantal, want er zitten een aantal roosters in het podium. Wat een beetje lastig is, en zeker voor onze eigen danseressen en voor Kimberly, want zij traden namelijk op blote voeten. Maar uiteindelijk hebben ze alles goed kunnen aanpassen. Voor Kimberly was het helemaal winnen, want zij moest voor het eerst zingen met oortjes. En uiteindelijk hebben ze dat gedaan om het zo goed mogelijk te laten klinken. Is ook helemaal gelukt. De Roemeense technici hebben er echt alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te doen. Ja, we hebben heel veel lol en heel veel plezier gehad deze week. Maar uiteraard, tijdens zo'n wedstrijd, zo'n belangrijke Europese wedstrijd, is het soms ook heel spannend. Bellen we thuis. Staan alle camera's goed. En vooral ook blije gezichten. Dat waren de danseressen toen nog net met een danseres niet met gebroken been. Maar nu zit ze gelukkig tussen de deelnemers in de kids room. En daar wordt het feest steeds groter. Dracula, did you see? Our kids can act just like ordinary children, ja, but here on stage they act als like pros. Andere Don't you kinderen agree? Zijn kinderen, are you still de deelnemende kinderen, Why maar hier zijn het echte professionals. En dat no, is absoluut wrong. Het geval. Het zijn echte professionals. Fabulous. If they succeeded to deal with the vampire, of it means ze nog steeds I'm boos sorry, op hebben zijn, Dracula. Maar those are some of the most beautiful je moet and toegeven gifted dat die hartstikke from goed Europe. Zijn, but we haven't al seen all of them yet. Even kijken. There are three more countries to go. Nog drie landen, there. Inderdaad. The final three competitors of the fourth edition de of the Junior Eurovision Song Contest. Het steeds spannender te worden, want daarna hebben we nog even om te stemmen. En dan is het nu tijd voor onze onderbuurman, de Belgische Thor. Het was een gezellige oudejaarsavond. Ze liepen door het bos. Thor zat op de schouders van zijn opa en hij begon spontaan te zingen. One, two, three, four. Hello. I'm Thor from Belgium and my song is een tochtore donker. Piep, 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 piep. Ja, toen hij thuis kwam heeft hij de tekst snel opgeschreven. En nu staat hij hier. Een lekkere meezinger voor echt iedereen. Dit is België. Durven we goed eten? Die, 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 die.
onze Kimberly en haar dames stonden vooraan met Nederlandse en Belgische vlaggen mee te swingen. Hartstikke leuk. En een Polonaise heb ik gezien. De volgende finalist komt uit Kroatië en heeft daar dik gewonnen. En dat komt ook zeker door zijn uitstraling. Matteo is een knappe jongen en hier in Boekarest wint hij ook alle dames op zijn vinger. Hello, my name is Matteo. I'm from Croatia. My song is Lea. Lea is my one true love. Yeah, for Lea. Ja, Lea is een meisje waar hij deze zomer verliefd op was, maar haar vriendinnen vinden hem niet goed genoeg. En hij schreeuwt het werkelijk van de daken nu. Matteo uit Kroatië. De dames gillen. En dan het laatste liedje. Rusland, de zusjes Tolmatjevi. Een popperige roze tweeling met een jazzy nummer. En zij konden alle andere nummers van dit festival meezingen. Een hele knappe prestatie. Het is ook moeilijker om hun nummer mee te zingen. Het is de tweede keer dat Rusland meedoet. Vorig jaar eindigden ze als 16e. En dit jaar willen ze per se hoger eindigen. Gaat ze dat lukken? Kijk zelf maar. Maria en Anastasia. Ты цвета похожи.
tweeling. Maar wie precies is, dat ben ik even kwijt. De een heeft schoenmaat 33, de andere 32. En Maria is 3 centimeter langer. Ja, ze zijn nu al weg. Dus dat kunnen we niet meer checken. Ja. Dit waren ze. Alle deelnemers van het Junior Eurovisie Songfestival 2006. Blijf vooral stemmen op je eigen liedje, zou ik zeggen. Of de eigen liedjes. Misschien heb je er meerdere. Ja, Andrea die maakt even de vergelijking tussen de Olympische Spelen en het Junior Eurovisie Songfestival. Meedoen is winnen. Dus eigenlijk hebben we vanavond 15 winnaars. Maar natuurlijk, eentje kan maar de allerbeste zijn. En dat bepalen alle kijkers thuis vanavond. Jullie kiezen de winnaar, het beste liedje, de beste artiest van dit Junior Eurovisie Songfestival. Ze willen het nog even uitleggen. Hoe werkt het ook alweer, het stemmen? Zij weet het. Zij wil dolgraag uitleggen hoe het werkt. Nou, kom erop dan. Vertel maar eens, hoe werkt de stemprocedure? Joanna? Ja, iedereen heeft zijn eigen nummer. Ja, dat klopt. Je mag niet op je eigen land stemmen. Nou, het werkt dus inderdaad zo. 090903, dat is een belangrijk nummer. En daarna het nummer van het land bellen. Dus vond je bijvoorbeeld Spanje te gek, dan wordt het 06 op het einde. Vond je België helemaal fantastisch, 13 op het einde. En ga zo maar verder. Nou, je kunt ook sms'en. En dat kun je doen naar 3111. Piece of cake. Een eitje. Nou, dat dacht ik ook. Well done, Joanna. I think you deserve a round of applause. Ja, ze verdient een applausje en dat krijgt ze ook hier in Roemenië. Jullie kunnen nog even kijken naar alle nummers. Stel dat je je keuze nog niet gemaakt hebt. Hier zijn ze. De recap, ofwel alle nummers op een rij. Let's see it. Stay.
Dat waren ze, alle 15. En ik ben zo benieuwd, hier in Boekarest, Roemenië, met welke punten jullie uit Nederland komen zometeen. Johanna heeft een... Een surprise. Het programma wat ze presenteert in Roemenië. Dat is leuk. Xenia, de winnares van vorig jaar uit Wit-Rusland. Zij komt het podium op. En ze staat in exact dezelfde kleding. Alleen haar staarten zijn iets langer. Geen spot veranderd. Alleen Johanna zegt dat ze zichzelf een volwassene voelt. Naar Xenia, omdat zij al 12 is. En Xenia, die is 11. Dan ik Xenia. Do you like Romania? Vind je het leuk hier? I like Boekarest. Ze vinden het fantastisch in Boekarest. Ze vindt de mensen heel lief. So sweet. En Dracula vindt ze ook heel erg leuk. Maar hij vindt het niet zo leuk. Als iemand hem Xenia, ooit nog like lief us? Noemt hier vanavond, we dan gaat hij naar huis. Her. That's why we'd like ja, ze Xenia is hier natuurlijk niet voor niks, Xenia. Song, we willen haar nog I een keer zien. Wat was ook alweer dat nummer van vorig jaar, dat winnende nummer? Hier is ze, Xenia. Rusland. Inmiddels is ze daar mega populair. Ze bedankt Europa. Deze week heeft ze haar nieuwe single uitgebracht in Wit-Rusland. En daar zijn meteen 10.000 van verkocht. Gigantisch. We gaan nog een keer kijken naar alle nummers waar je op kan stemmen. Doe het snel, want er zijn nog maar een paar minuten te gaan.
met elkaar aan het dansen waren. Het zag er heel erg leuk uit. Ook Kimberly is nog steeds hartstikke blij. Daar net achter de Belgen. Those were the 15 songs that entered the contest. Ladies and gentlemen, 15. You don't have much time left to vote. Jullie hebben so niet veel tijd mee. Put away for a moment your soda and your popcorn. Pick up the phone. Andrea die zegt dat je alles aan de kant moet leggen en alsnog right moet gaan now. Stemmen. Nou ja, volgens mij hebben we niet heel veel tijd meer. Viewers are watching our show right now. Let's give them some warm applause to encourage them to call. Moedig ze aan om te gaan stemmen. Maar ja, ik zie een klok in beeld. Ik weet niet of jullie hem ook zien. Die tikt maar door. Dracula heeft iets belangrijks te zeggen. Iets heel belangrijks. Ja, hij gaat aftellen. Ja, dat is inderdaad hartstikke belangrijk. Nog maar 3 seconden. Nog maar 2 seconden. 1 seconde. En er kan niet meer gebeld worden. Dat betekent dat nu de winnaar eigenlijk al bekend is. Maar ze moeten alleen nog even geteld worden, alle stemmen. But I'm not worried, because I'm sure that everybody voted. In a short time, we'll see who's the winner. Binnenkort weten we wie de winnaar is.
Ja, en we gaan even naar de green room. Ioana. Andrea. I have one more surprise. Nog een verrassing. Oh jee. In the beginning of the show, we net zoiets als in het begin van de show? Met die acrobaten? No, nee, absoluut niet, zegt ze. All over the world of kind of breakdance contest. Breakdance here, breakdance there. Ze ziet overal breakdance-wedstrijden. We have here in Romania a traditional dance which is so. We hebben hier in Roemenië een traditionele dans. En die heet Kalush. En die dans die is een van de oudste van de hele wereld. Zij vindt hem cool en het is een dans die vroeger door jongens en mannen werd gebruikt om te laten zien hoe stoer je bent. How come you know all this? Hoe weet je dat allemaal? Van het internet, zegt ze. En Dracula zegt dat hij op internet zijn tanden heeft besteld. Maar wat gaan we nu doen? Met die twee dansen. Ja, Ioana stelt voor om een wedstrijd te organiseren. Tussen de breakdancers en de kalush-dansers. Nou, laat de wedstrijd maar beginnen dan. Ja, wat mij betreft mogen ze beginnen. Europe, have you ever heard about the kalush dance? Have you ever heard about it? It's a great dance. Ja, ze vraagt nu Europa, hebben jullie er ooit van gehoord? Nou, je gaat hem zo zien. Ja, en kijk, alle deelnemers die maken natuurlijk gebruik van de gelegenheid om zich te laten zien. Ja, we gaan nu toch echt naar die twee dansen kijken. Kalush en breakdance. Mogen ze beginnen? Europe, have you ever heard about the kalush dance? Have you ever heard about it? It's a great dance. Ja, ze vragen nu Europa, hebben jullie er ooit van gehoord? Nou, je gaat hem zo zien. Ja, en kijk, alle deelnemers die maken natuurlijk gebruik van de gelegenheid om zich te laten zien. Ja, we gaan nu toch echt naar die twee dansen kijken. Kalush en breakdance.
Ladies and gentlemen, you have heard all the competitors from the Junior Eurovision Song Contest 2006. They've done all their best to get here, but they also have had fun and learned a lot since their arrival in Bucharest. Let's find out. Er zijn verschillende dingen namelijk georganiseerd voor de kinderen. Disco, die hebben jullie al gezien. Maar er was ook een dagje uit naar een heel bijzonder openluchtmuseum. Afgelopen woensdag was dat. En dat zien jullie nu. Veel kinderen die vonden het lastig om met elkaar te praten. En soms een beetje eng. Maar met handen en voeten kwamen ze er uiteindelijk helemaal uit. Een gezellige bedoeling dus. En ook daar werd veel gezongen en gedanst. En gelachen. Het is een bijzondere plek dit, want in 1930 was er een tsaar in Roemenië, tsaar Nicolai, die wilde Roemenië dichter bij hemzelf in Boekarest hebben. Hij gaf zijn leger de opdracht om uit verschillende gebieden in Roemenië verschillende huisjes met hun bewoners naar Boekarest te verplaatsen. Naar dit museum dus, met huis en al. Die mensen die dan daar gingen wonen, die werden voor de rest van hun leven betaald. En dan woonden ze dus in dit openluchtmuseum. Er stonden toen zo'n 300 van die huisjes. En inmiddels helaas door een aantal branden 129. Nou, jullie zagen net Thor ook even voorbij komen. Hij is onwijs gek op zijn skateboard. Volgens mij had hij hem vandaag ook meegenomen, die dag. En hij wilde hem per se meenemen naar Boekarest. En dat ging bijna mis, want hij mocht hem niet meenemen als handbagage. Gelukkig kon hij hem nog in zijn koffer proppen. En hij heeft hem hier echt aan iedereen laten zien. Thor. Kimberly die was deze woensdag druk bezig met het maken van opnames voor het programma dat jullie hiervoor hebben gezien. Dus zij was helaas aanwezig. Maar ze hebben wel veel lol en plezier gehad. En dat hebben wij ook, met z'n allen. De stemming is nog steeds opperbest hier. In Sala Polivalente. Ze gaat weer met haar favoriete vragen verder. Naar Kimberly. Do you have a boyfriend? Jij een vriendje? Of course I have a boyfriend. And he's here. Yeah, that's great. Hij zit daar, Dominique. En ze is ontzettend blij dat hij mee is gekomen. Wie weet een grap? Yeah. Thor. It's jello and it sings. What is it? En het zingt. I don't know. Banana mouskouri. Goeie grap, Thor. Het is geel en het hangt aan de boom. Banana mouskouri, een zangeres van beroepen. Is een zebra zwart met witte strepen of wit met zwarte strepen? Ik weet het niet. Weten jullie het? Ze vraagt de hulp van Andrea. We have a big problem here. Is a zebra black with white stripes? Met zwarte strepen of zwart met witte strepen. Can't you help yourself tonight? Of ze zichzelf niet kan redden vanavond. Dan ben je toch ondeugend. Je kan toch niet boos worden op mij. Nee. Our children are, ladies and gentlemen. Nou, zo zijn onze kinderen, zegt ze. Ondeugend en getalenteerd. En over talent gesproken, ze wil drie kinderen aan ons voorstellen. En dat zijn drie kinderen uit Roemenië. Ze hebben de afgelopen jaren opgetreden op het Junior Eurovisie Songfestival voor Roemenië. Bubu, Noni en Alina.
waren ze de deelnemers van Roemenië van de afgelopen jaar. Kijk, dus daar staat onze Kimberly. Ladies and gentlemen, pressure is rising, so we'll be soon in touch with the 15 spokespersons from the participating countries to find out the votes of the public. Till then, Johanna, you have an important task. You have the chance to be Johanna forgiven for all the little brands you did tonight. You'll introduce a very important person, so be careful how you speak and what you say. Okay? Netjes, I won't let you down, Andrea. Ladies and gentlemen, ik zal je niet teleurstellen, zegt ze. Groot genoegen om voor te stellen de hoogste baas van de internationale televisieorganisatie, meneer Svante Stokselius. Daar zit hij, achter heel veel computers. En jongens en meiden en dames en heren, daar komen jullie stemmen terecht. Het is goed verlopen. Iedereen heeft gebeld in heel Europa. Het gaat prima, zegt hij. Dat is goed om te horen. I see on my screen how the result is coming in. De stemmen komen nu al binnen. A promise for Mr. Stokselius. Okay. Will I have an invitation for the next Junior Eurovision in the Netherlands? Kijk eens wat ze zegt. Volgend jaar Nederland. Ik krijg echt een rilling door mijn hele lijf heen. Of ze een uitnodiging mag krijgen. Ja, dat heeft ze gekregen bij deze. Dus Johanna zien we volgend jaar terug in Nederland. Now, ladies and gentlemen, as I promised you before, it's time to call the spokespersons from all ja, the participating countries at Junior Eurovision Song Contest met de landen. 2006. Aan wie worden de punten toegewezen? Elk land geeft 12 punten. 12 punten aan het favoriete liedje. 10 voor de tweede en dan 8 tot 1 voor de rest. En wat er nu gezegd wordt, ja, dat vind ik hartstikke goed. Iedereen krijgt 12 punten omdat het allemaal winnaars zijn. Kijk, 12 punten toebedeeld aan iedereen. Hé, lekker. Nou, dat staat toch wel fijn, hè? And now it's time to call the first country. Ga naar het eerste land en dat is Portugal. Hello, Joanna. Joanna. 15 jaar is ze, ze zit in Lissabon. This is Lisbon calling. And here are the Portuguese points. Nou, daar gaan we, jongens. De eerste 5 punten komen gelijk op het bord. One point goes to Malta. Two points for Serbia. Cyprus 3. 3 points. België 4 points. Ukraine 5. 5 points. En nu mag can you have the rest of your points, Joanna please? De rest gaan vertellen. Of course. So, Romania 6 points. Romania krijgt 6 punten. Thank you. Spanje. 7 points. 7 punten voor Spanje. Zij van Portugal, buurland. Sweden, 8 points. Oh, Molly uit Zweden krijgt 8 punten. Beetje de concurrent van Nederland. Russia, 10 points. Rusland krijgt er 10. Russia. And the 12 points go to Belarus. Wit-Rusland. De kleine Andrei. Ja, dat blije jongetje. En die is hartstikke blij, want hij krijgt de eerste 12 punten van Portugal. Cyprus. George, did you like the show? Helaas nog geen punten voor Nederland. Cyprus, en daar zit Horvus, 10 jaar oud. En hij werd zevende in de nationale finale van Cyprus. One point goes to Malta krijgt er 1. 2 points, Ukraine. Oekraïne, de Rock'n'Rollboy, 2. Serbia 4 points. Krijgt 3 punten. 5 points. Can you have the rest of your results please? De rappers, de hiphoppers. 5 voor Spanje. 6 points go to Belarus. Wit-Rusland krijgt 6 points. 6 punten. 7 points go to Sweden. Sweden 7 points. Dat voor 7 met Molly. 8 points go to Romania. Romania. Ze gaan weer uit hun dak. 8 punten krijgen ze. Het waren natuurlijk Harry Potter, de droomprins, Peter Pan en Spider-Man. Go to Russia. Rusland, de tweeling, krijgt 10 punten van Cyprus. And finally, 12 punten. Wie krijgt ze? Go to Greece. Griekenland. Ja, Cyprus en Griekenland. Die landen liggen naast elkaar. Russia is in the lead. Let's see how the Netherlands have voted. 12. We gaan naar Nederland. Tess, daar zit ze. Hartstikke goed. Goedenavond. Ja, what a great show. Dit is een mooie show. Goedenavond. We gaan
van Tess. We zijn benieuwd. Thank you. Let's wat heeft Nederland vote. Gedaan? Yes. One point for Romania. Cyprus, 2 points. Cyprus 2, Malta 3. Belarus 4 points. Belarus. En Serbia 5 points. Zijn een beetje can you have your higher points now, please? Yes. 6 nou, points for Croatia. Kroatië. Dat Croatia, is voor Matteo. 6 points. De rotter. Op het laatste. 7 points for Spain. Spanje. Dani krijgt net even wat meer punten. 8 points for Belgium. 8 punten voor België. Dat is aardig. Ik had het zelf wel iets hoger verwacht. 10 punten voor Torres leuk. For Russia. Rusland, de Russia, tweeling. 10 points. Die vonden we ook heel erg leuk. 10 punten. And the 12 points wie go to het allerleukst? Sweden. Zweden. Molly krijgt 12 punten van Nederland. En dat is with leuk, Russia want Molly en Kimberly waren echt grote vriendinnen. Maar ja, het blijkt. Ook in you ons land is zij favoriet. Andrea, testen. Roemenië nu, hier om de hoek. Hello Andrea, hello everybody. Here are the first points of the Romanian vote. 1 point for Greece. Griekenland krijgt er 1. Macedonië, 2 points. Cyprus, Oekraïne, 3 points. Ukraine, 4 points. And 5 points for Serbia. En 5 voor Servië. Can you have the rest of your points, please? Die krijgen 5 en nu de laatste punten. 6 points go to Belgium. België. Die gaat hartstikke goed. 7 points go to Sweden. Zweden krijgt 7 punten. 8 points go to Spain. Spanje. Danny. 8 punten. 10 points go to Belarus. Wit-Rusland. 10 points. Die zit ook hoog. En staat op 44 punten. Go to Russia. Rusland, de tweeling, die heeft ook 12. Thank you, ja, dat is toch jammer. Wij hebben nog geen, niet echt veel punten gekregen. Eigenlijk geen punten gekregen. En dat is opvallend, want Kimberly heeft het hartstikke goed gedaan. We gaan kijken wat Oekraïne gaat doen. Here are the first points of the Ukrainian vote. 1 point goes to Malta. 2 points, Croatia. Kroatië, Malta, Belgium, die zijn in ieder geval al in de prijzen gevallen bij Oekraïne. Romania, 4 points. Cyprus, 5 points. Ook Roemenië weer punten. Let's see the rest of your points, please. België ook. Staat nu op de 5e plek. Hartstikke 6 points leuk. Go to Spain. Spanje. Danny. Spain, 6 points. 7 points go to Serbia. Serbia. Servië. 7 punten. 8 points go to Sweden. Sweden. Zweden. 8 punten. 10 points go to Belarus. Wit-Rusland krijgt 10 punten. And finally. And 12 points go to Russia. Rusland, de tweeling, weer 12 punten. Oekraïne was dat. Assol heette ze. Ze is 12. Buenas noches, Lucia. Lucia komt uit Spanje. Hello, Bucharest, Madrid calling. Here are the first points of the Spanish board. Zien jullie het grote paleis. Malta. 1 point. 1 punt voor Malta. Serbia. 2 voor Servië. 2 points. Cyprus. 3 points. Sweden. 4 points. And Belgium. België. 5 punten. Zou ook daar kunnen meezingen. I wonder who got your 12 points. I'm listening. Ze mag wat zeggen, maar dat doet ze nog niet. Of course. Ja. 6 points go to Ukraine. Ukraine. Oekraïne, 6 punten. 7 points go to Portugal. Portugal. Dat is leuk voor Portugal. Pedro krijgt maar liefst 7 punten natuurlijk. Ja, dat zijn buurlanden, Spanje en Portugal. Die vinden elkaar lief en aardig. Belarus, Wit-Rusland krijgt er 8. 10 points go to Russia. Rusland, de tweeling, viel ook daar in de smaak. Ze staan op dit moment bovenaan. And 11 points go to Romania. Ze zegt 11, maar ze bedoelt 12. Dat is leuk. En wat zijn ze blij. 12 punten voor het thuisland Roemenië. De jeugdhelden.
Hello, Bucharest. Belgrade calling. Here are the first points of the Serbian vote. We gaan kijken naar Servië. Milica heet ze, 15 jaar. Malta. Had ook weer een punt. 2 points for Belgium. België. Spain, 3 points. 3 punten, Romania, 4 punten Roemenië. Ja, we hebben 5 punten. Gelukkig. We staan nu niet meer onderaan. Oké, okay, here are the rest of the votes. Ik moet zeggen, ik vind het onbegrijpelijk dat we tot nu toe Belarus. Weinig punten Belarus, hebben gehad. 6 points. 7 points go to Greece. Weer punten. Greece. Griekenland, 7. 8 points go to Sweden. Chloe heet ze. Sweden. Zweden. 8 points. 8 punten. 10 points go to Croatia. Croatia. Kroatië, Matteo. And finally, 12 points go to Russia. Rusland. 12 points. Weer 12. En die heeft nu 20 punten voorsprong op de nummer 2. Maar dat zegt nog helemaal niks. Can we have your first point? Oh. Dit is een heel grappig jochie. Yes. We hebben hem al eerder even gezien. En hij zegt, ja, natuurlijk, jullie kunnen de punten krijgen. Malta. Ja, dan moet je de volgende vraag stellen. Geef ze dan de punten. 1 point. En dan komen ze binnen. Goes to Spain. 2 points for Romania. Malta geeft 1 aan Spanje, 2 aan Roemenië, 3 aan Portugal. 4 points. En Ukraine, 5 points. 4 aan Rusland. Zo, Malta. Can we have the rest of your points, 5 aan Oekraïne. Yes. Zullen ze niet leuk vinden in Rusland. 6 points go to Belgium. België, 6 punten. Yes. 7 points go to Serbia. Serbia. 7 points. 7 punten. 8 points go to Netherlands. Netherlands. Kijk eens even aan. 8 punten van Malta. Heel hartelijk bedankt, Malta. And 10 points go to Sweden. Zweden. Krijgt 10 punten en staat daarmee op 2. Het land wat van ons ook allemaal, van jullie moet ik zeggen, heel veel punten krijgt. 12. And finally, 12 points go to Belarus. Wit Rusland krijgt 12 punten. Goed jongens en meiden. Russia is in the lead. Ja. Let's see how Rusland top 5 looks now. Aan de leiding. We gaan even naar de 5 Russia kijken. Is in the lead. Rusland bovenaan dus, gevolgd Belarus. Door wit Rusland. André, dan Zweden, met Molly, Roemenië, de vier jeugdhelden staan op 4 en op 5 Spanje. Danny, staat iemand aan te moedigen. Dracula, what have you done? Ja, maar gaat het gelijk iets mis. Dracula gaat onderuit. He didn't allow me for fuel, I should drop it. Hij heeft iets laten vallen. Xenia zegt dat hij iets heeft laten vallen. Weer een verrassing. Kijk, dit is de trofee waar het om gaat. Dit neemt de winnaar of winnares of de groep mee naar huis. Die wint vanavond. Alexandru Gildos heeft het ontworpen. Een van de bekendste Thank you very much, kunstenaars Xenia. Uit Roemenië. See you later at the end of the show. Xenia, die mag de trofee overhandigen. Thank you. Do you like it? Yeah, of course you like it. It's great. Yeah, of like ze it. De prijs leuk vinden. I'll keep it. Ze wil hem graag houden. Ja, maar zij heeft niet gezongen vanavond. Sei todo mi mundo e mia forma di ser. Oh. Ja, nou, ze kan het wel. Now let's see who's zong het liedje van Spanje, volgens mij. Zou zij dan gek zijn op So we have received the votes of Portugal, Cyprus, the Netherlands, Romania, Ukraine, Spain, Portugal, Serbia trouwens. En Malta. Oh, dat wordt in één keer heel anders. Russia en Belarus. Pedro. Are our runners-up. Nou, dit wisten we. But dit was Sweden, de Romania top 5 and Spain toe. Also look good. We'll see what happens next. There are 7 more countries that have to vote, so the competition is still open. Ja, 7 landen Let's gaan nu nog stemmen, dus er kan nog Republic of alles Macedonia. Gaan gebeuren. Dobrovecer od Makedonija.
Ja, Macedonië, daar zitten we op dit moment. Skopje, Colin. Skopje, de hoofdstad. Congratulations for your great show tonight. Thank you very much. Dat doet hij goed. Bedankt voor de mooie show, zegt hij. But now, these are Macedonian votes. Nou, volgens mij solliciteert hij ook naar een baan als presentator. Gaat het nog lukken voor Belgium, 1 point. Sweden, 2 voor België, 2 Zweden, 4 Rusland. Hé, dat zijn hele andere getallen. Wit-Rusland krijgt er 5. Let's see the rest. Ja, dat is grappig. Kijk, de top 5 krijgt de laagste punten die je kan uitdelen. 6 vind ik wel leuk voor Macedonië. Go to Romania. Romania. Hoppa. 6 punten, Romania. 7 points. Ze de hoogste punten geven aan degene die onderaan staan. Malta. Malta, inderdaad. Die staat onderaan. Klimt ermee omhoog. Gaat net Nederland voorbij. Zou het dan ook aan Nederland geven? Go to Spain. Spanje krijgt er 8. Ten points. Go to Serbia. Servië krijgt 8. Die wisselt, sorry, 10 krijgt hij. Die wisselt nu even om met België. And finally, the 12 points from Macedonia. Go to... Voor... Croatia. Kroatië. Thank you, Denise. En daar is Matteo ontzettend blij mee. Now we call Sweden. Dat is knap gedaan. Die is een eentje op het podium. Dankjewel, Denise. Uit Skopje. Yes, I love you. En nu zien jullie Amy uit Zweden. Zou Zweden ook zo aardig voor ons zijn? Here are the first points of the Swedish votes. Oké, I'm listening. Nou, kom maar door. België krijgt I see. 1.4 Nederland krijgt 2. Netherlands, Cyprus, ja. 3 points. Konden natuurlijk niet onze punten points, weten. Malta, 5 points. 4 voor Servië. 3 krijgt er Cyprus, Let's Malta. Let's see now if Russia will keep its leading position. 6 points go to Croatia. Croatia, 6 points. Kroatië, 6. 7 points go to Romania. Romania. 7. Vonden ze in Zweden ook leuk. 8 points go to Spain. Spain. Spanje, 8. 10 points go to Belarus. Belarus, 10 points. Belarus. And finally, dus dat betekent Wit-Rusland. 10 points go to Russia. Russia. En ja hoor, Rusland, de tweeling. Ook daar in Zweden zijn ze favoriet. Kalispera Alexandros. Alexandros uit Athene, Griekenland. Good evening, Bucharest. Athens calling. Geweldig, hè, al die verbindingen. Tonight was great. Hij vond de show ook hartstikke gaaf. And now, here are the first points of the Greek vote. 1 point goes to Serbia. Servië 1, 2 voor België. Malta, 3 points. Ukraine, 4 points. And Spain, 5 points. Spanje, 5. Ik zou het wel weer leuk vinden om weer wat punten te krijgen. Higher points now. Yes, of course. Ja, 6 door. Points go to Sweden. Zweden. 6 points. Ja, die is nog in de race voor 7 points go to Romania. Romania, 7 points. Het is daar wel spannend daar in die kop. 7 nu voor Roemenië. Go to Belarus. Dit Rusland. Belarus, 8 krijgt er points. 8 bij. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Rusland en Wit-Rusland. Go to Russia. Russia. Oh, 10 voor 10 Rusland. Points. En daarmee blijven ze voor op Wit-Rusland. And finally, 12 points go to Cyprus. Cyprus. Ja hoor, Griekenland geeft 12 punten aan Cyprus. Dat houden ze erin. Dat doen ze bij het Volwassen Songfestival ook. En ook hier bij het Junior Songfestival. Hallo Bucharest. Minsk calling. Nou, eindelijk kan Wit-Rusland even geen punten uitdelen. Maar ik ben zo benieuwd of ze het zullen geven aan Rusland. Croatia. 2 points Malta. Romania 3 points. Belgium 4 points. En Serbia 5 points. Let's see the rest of your points now. 6 points go to Cyprus. Cyprus krijgt er 6. 7 points go to Spain. Spanje 7. 8 points go to Ukraine. Oekraïne krijgt er 8. Ik ben benieuwd, nog 10 punten weg te geven en 12. 10 points.
go to Sweden. Sweden. 10 points. Die komt dan dicht in de buurt van hunzelf. And finally, 12 points. Ik ben benieuwd. Nou, zou het Rusland zijn? Russia. Ja hoor. Russia, 12 points. 12 punten voor de tweeling. Belgium. Goedenavond, Sander. Volgens mij zijn dat de ouders. Hello, Bucharest. Brussels calling. Ja, we gaan naar België. We zijn heel benieuwd. Wat doen de Belgen? We hebben hun 8 punten Ukraine, gegeven. Ukraine, 1 point. Romania, 2 points. Geven zij ons ook punten. 3 points. Malta, 4 points. En Serbia, 5 points. Okay. Can you have the rest of your points, please? Oakley Dokley. 6 points go to... Dat is Belarus. Belgisch voor. Oké. Okay. Wit-Rusland krijgt er 6. 7 points go to Spain. 7 voor Spanje. Spain. Nou, Sander, kom op. Zo heet hij. 8 points go to the Netherlands. Jawel. 8 punten. En kijk, we klimmen omhoog. Dat is leuk. Dankjewel, België. 10 points go to Sweden. We hebben dezelfde punten aan elkaar gegeven. Zweden. 10 punten. And finally, 12 points go to Russia. Rusland. Ook wederom 12 punten. Oh, ze beginnen bijna te huilen, zie je dat? In a few minutes, het ziet er wel schattig uit. We have to find out how two more countries have voted. Let's call Croatia first. Dobrovečer, Lorena. Land nummer 14, die de punten gaat uitdelen. Hello, Bucharest. Zagreb calling. You have a great show tonight. Kijken nu naar Lorena, 11 jaar, en ze zit in Zagreb. Vote. 1 point goes to Spain. Spanje Sweden 1, 2 Zweden, Ukraine, 3 points. Oekraïne, Romania, 4 points, and Serbia, 5 points. 5 Servië. Who will get your 12 points? I'm curious. Let's see. 6 points for... Deze. Ja, we krijgen 6 punten. We klimmen weer omhoog. En dat is fijn. 41 staan we nu. Samen met Malta, maar we hebben meer punten gekregen. Ja, het gaat gelijk, het wisselt om. Dat wil zeggen, we hadden evenveel. En degene die dan de meeste hoge punten krijgt, die staat dan net even bovenaan. Maar Malta heeft ons net weer ingehaald. Wit-Rusland, 8. Belgium, 10 points. Tor krijgt 10 punten. Dat vind ik leuk voor hem. And finally, 12 points go to... De 12. Russia. Russia. Ja, ook Kroatië vindt Rusland het beste. En het begint steeds duidelijk te worden, bedoel ik. Is the rest of your vote, ja, en nu de enige die nog punten kan geven is Rusland. It's Moscow, Russia. What a wonderful show tonight. Thank you. Ja, ze vinden het geweldig. En volgens mij gaat het voor hun heel erg leuk eindigen in Rusland. Croatia, 1 point. 1 voor Kroatië. 2 Roemenië. 4 voor België. 5 voor Danny, de blonde Spanjaard. Nederland geeft weer 3 punten. Dat is fijn. Let's have a look. 6 points. At the rest of your points. Go to Cyprus. Cyprus. Krijgt 12. Oh, sorry. Cyprus krijgt er 6. 7 points. Go to Serbia. Serbia, 7 points. Servië. Ja, ik zat ondertussen even uit te rekenen waar Nederland terecht gaat komen. Dus we staan nu op dit moment op de 12e plek. Ukraine. Oekraïne krijgt 8. 8 points. Nou, kom maar door. Maak het niet al te spannend. Go to Sweden. Zweden krijgt er 10. Oh, die staat heel erg dicht bij Wit-Rusland. Ja, maar ja. And finally, our 12 points go to Belarus. Wit-Rusland krijgt 12 punten van Rusland. En daar zijn ze heel erg blij mee. Maar is dat voldoende? Want we gaan kijken naar de einduitslag. It's Serbia. Serbië op 5. Op 4 Spanje. Zweden op 3. Belarus, Wit-Rusland op 2. En op 1. And the winner is Rusland. De tweeling. Het barst hier los. Glitters komen uit de lucht. En Rusland is de winnaar. Kimberly zwaait mee, zoals je ziet. En ze gaan weer lekker door met feesten terecht.
Ze is als 12e geëindigd. Ik vind het ontzettend onterecht, want ze heeft het fantastisch gedaan hier in Roemenië. Ook Toris Blij is ook goed geëindigd. Maar de enige winnaressen zijn de poeverige roze tweeling. Oh, vuurwerk aan alle kanten. Maar ze moeten wel samen gaan optreden. Daar komt de tweede tweeling. Maria en Anastasia heten ze. Rusland. Ja, vorig jaar zaten ze hartstikke laag en ze wilden hoog eindigen. Dat is ze gelukt. Maar dit is toch echt de uitslag van het Junior Eurovisie Songfestival 2006. Rusland heeft gewonnen. Bezoek onze website junioreurovision.tv. En we gaan natuurlijk kijken zometeen naar het optreden. Ik vind dat Kimberly een fantastisch optreden heeft verzorgd voor Nederland. Ze staat te zwaaien naar haar fans nu op dit moment, zie ik. Naar haar Dominique en haar moeder. Ik ben trots op haar. Ik hoop jullie ook, want ze heeft het echt geweldig gedaan. En ze hebben hier een geweldige tijd gehad met de vier danseressen erbij. Volgend jaar dus in Nederland. Het Junior Eurovisie Songfestival 2007. Het is op 8 december, zaterdag. In Ahoy, Rotterdam. Wij gaan ermee aan de slag om er volgend jaar een fantastisch feest van te maken. Net zoals ze hier gedaan hebben in Roemenië. Zullen we een lekker feest gaan maken? Kijk eens over de hele wereld. Fijn dat iedereen heeft meegedaan. En bedankt voor jullie stemmen. Wij vonden Zweden het beste als Nederland. Maar uiteindelijk heeft Rusland gewonnen. Er wordt nog flink gejuicht. Joana heeft een zware taak gehad en ze heeft het prima gedaan. En ook deze dame, Andrea. Let's hear once again the winning song. Het winnende liedje. Rusland. Het heet My Spring. Of tenminste Spring Jazz. Hier zijn ze, Maria en Anastasia. Namens de AVRO vanuit Boekarest, hartelijk dank voor het kijken. En heel graag tot volgend jaar vanuit Nederland.